De liturgie van Witte Donderdag had een open einde. Of beter, de liturgie van Witte Donderdag heeft geen einde. Het is dezelfde liturgie die vandaag op Goede Vrijdag wordt verder gezet. De klokken zwijgen. Er is geen reden tot blijdschap. Samen met de apostelen voelen ook wij ons bedroefd, ontgoocheld misschien. De vriendschap van het samen zijn met zijn leerlingen, de vreugde van het paasmaal, dat alles lijkt met de dood van Jezus voorgoed voorbij. De liturgie van Goede Vrijdag start in stilte. De voorganger komt de liturgische ruimte binnen en gaat plat op de grond liggen, zoals de graankorrel die sterft in de aarde. In de woorddienst laten we eerst de profeet Jesaja aan het woord. Hij beschrijft het lijden van een dienaar die verder anoniem blijft. Christenen die vele honderden jaren later deze tekst hebben gelezen, zien in de woorden van Jesaja een voorafbeelding van wat met Jezus is gebeurd. De tweede lezing uit de brief aan de Hebreeën vertelt ons over Jezus' gevoelens van angst en onzekerheid. Deze gevoelens zijn ook de onze, wanneer we met problemen worden geconfronteerd, wanneer het lijden ook ons pad kruist. Jezus leert ons op zo'n momenten te luisteren naar de stem van God. En net zoals op Palmzondag horen we opnieuw het lijdensverhaal van Jezus. Vandaag luisteren we naar het passieverhaal zoals Johannes het heeft opgetekend. Het is een uitnodiging om mee te gaan met de Heer. De pijn te voelen die Hij heeft gevoeld. De pijn van het verraad. De pijn van het geweld. En toch groeit ook heel voorzichtig de hoop en het vertrouwen. Het is de stem van God in elk van ons. Zoals elke zondag sluiten we de woorddienst af met de voorbeden. Op Goede Vrijdag echter zijn er heel wat intenties voorzien en heeft de voorbeden een eigen structuur. Het is een lector of de diaken die de intentie formuleert. Daarna volgt telkens een moment om in stilte te bidden, heel belangrijk. Daarna sluit de voorganger elke intentie af met een gebed. Tijdens de liturgie van Goede Vrijdag brengen we ook hulde aan het kruis. Vreemd misschien. We knielen voor een marteltuig. De kruisiging was de meest vernederende en schandelijke terechtstelling die er bestond. Toch is juist het kruis symbool geworden van ons geloof, omdat het het teken is van Gods grote liefde voor elk van ons. Een kruis wordt aangebracht en in drie stappen ontsluierd. Daarna krijgen we de kans om vol eerbied tot bij het kruis te komen. Paus Benedictus deed daarvoor zijn schoenen uit. Hij naderde het kruis zoals Mozes de brandende doornstruik naderde. God openbaart zich op het kruis. Op het kruis toont Hij wie Hij is. We brengen dus hulde aan het kruis. We kunnen een bloem neerleggen bij het kruis, niet omdat we een marteltuig willen vereren, maar wel omdat het kruis ons herinnert aan Gods grenzeloze liefde. Hij laat ons nooit los, ook niet in het uur van de dood. De liturgie van Goede Vrijdag sluit af met de communie. We vieren vandaag geen Eucharistie, maar we ontvangen wel de communie, Jezus zelf gave voor ons. De viering eindigt met een gebed. Er is opnieuw geen zegen. De voorgangers buigen voor het altaar
en gaan in stilte terug naar de sacristie. De stilte momenten in de liturgie van Goede Vrijdag gaan echt door merg en been. Het lijden in de wereld krijgt een gezicht. En toch groeit stilaan ook het vertrouwen dat God aanwezig is in lijden en dood en dat Hij met ons meegaat.